Hallo allemaal, vandaag wil ik jullie iets nieuws laten zien, de mini art crafts. En de mini art crafts zijn borduurpakketten met kralen. En ja, het leek mij wel leuk om jullie te laten zien hoe dit werkt. Ik ben al begonnen aan deze set. Nou, die set die komt dus helemaal compleet met kraaltjes, dat lijkt me logisch. Met alleen maar wit draad. Waarom alleen maar wit draad? Nou ja, de kleuren worden bepaald door je kraaltjes. Dus je kan met gewoon één draad alle kleuren borduren. Verder zit er netjes een uitleg bij hoe het werkt. En het werkstuk. Nou, zei ik al, ik ben al begonnen. Dus dit is degene die ik gekozen heb. En hier kan je dus ook zien dat ik dus al heel veel kraaltjes op de jurken geborduurd heb. Ze hebben twee soorten pakketten. Dit is een abstract pakket. En een abstract pakket houdt dus in dat alles er een beetje met stippeltjes op staat. Dus je ziet hier een stippeltje wit. Je zit hier vier stippeltjes bij elkaar, zodat je zo'n bloemetje krijgt. Je ziet hier gouden stippen. En die stippen ga je borduren. En dat wil ik jullie even uitleggen. Het enige wat je nog nodig hebt bij je setje is iets van schaaltjes. Nou, ik heb twee bakjes van de Diamond Dots gepakt. En een schaartje, omdat je af en toe je draad moet aan- en afhichten en moet afknippen. Ik heb verder rest mijn zakjes gebruikt, omdat je fabriekszakjes hebt die je moet scheuren. Het is toch wel handig dat je kraaltjes bij elkaar blijven. Even kijken, dus ik leg wat kraaltjes in mijn bakjes. In feite zit alles gewoon in je pakketje. Je werkt gewoon met een draad. Nou, mijn draad zit een heel stuk dubbel, want dat doe ik eigenlijk altijd. Wat ik niet gebruik, gebruik ik zo lang mogelijk draad dubbel. Aan- en afhechten gaat gewoon ook aan de achterkant. En doe dat niet door heel strak af te hechten. Doe het wel goed, het aan- en afhechten, maar zorg ook dat je een klein stukje overhoudt. En dat het gewoon, ja, alles is gewoon met wit. Dus ik vind dat erg makkelijk. Eén is wat je dus hoeft te doen. Zie je dus dat witte, we zitten nu in een gouden, zie ik. Kijk, hier zit een goud puntje. Kom je met je naald omhoog. Dan pak je een goud kraaltje. En die neem je tussen je vingers en die zet je op je garen. En dan steek je in hetzelfde rondje. Dus dat is deze, steek je hem weer terug. En die trek je door naar onderen. En dan zorg je inderdaad dat je draad niet ergens achter blijft hangen. Ja, naarmate het voller wordt, gebeurt dat wel dus. En je trekt hem zo naar onder door. En we hebben er alweer eentje op zitten. Kijk, hier zit een witte. Je steekt in dat witte puntje, steek je hem omhoog. Even kijken, ja. Je pakt je kraaltje en je gaat ook weer op hetzelfde moment, ga je hier weer in hetzelfde gaatje. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen zien, in hetzelfde gaatje steek je hem dus terug. Dus het is elke keer omhoog en naar beneden. En elke keer komt er één kraaltje op te zitten. Dit is alles wat je hoeft te doen bij de abstracte pakketten. En ik maak dus ook echt een aantekening erbij. Het zijn abstracte pakketten. En waarom zeg ik dat? Er zijn namelijk ook halve kruistekens pakketten. Ja, die werken natuurlijk netjes van een puntje naar een puntje. En van een puntje naar een puntje. En die puntjes staan er daar ook op. Dus die zijn anders. Dit is bij de abstracte pakketten. Zoek je dus gewoon echt de rondjes op. Dit pakket heeft overigens maar één grote kraal. Dus de kraaltjes zijn op één grote. Maar we hebben ook pakketten waar gewoon drie of vier verschillende groottes in zitten. Mijn advies is dan om eerst de kleine kraaltjes te borduren. Elke slag daarna gewoon iets groter. Want die grote zullen af en toe over de kleintjes heen liggen. Op de achterkant van de doos. En dat staat hier ook. Heb je Easy, Medium, Hard en Expert. En ja, dit is een Easy pakketje. En zoals hier zie je een bloemetje. Dus dat houdt in dat je de vier steken zet. Alleen probeer ik ze dan wel van elkaar een beetje af te steken. Dus
dat ik niet alles naar elkaar toe haal. Zodat ik zeker weet dat mijn draadjes elkaar niet gaan raken of ik weer per ongeluk terugsteek. Dus ik steek eigenlijk weg van de kraaltjes. Als je al beduurt, is er niks aan de hand. En als je niet kan beduren, nou jongens, je ziet hoe simpel het is. Het is omhoog in het, ja, in het stipje wat er staat, kraaltje erop en weer terug. En weer naar beneden. En dan niet blijven hangen achter de andere kraaltjes. En zo doe je dat.